Ik denk dat we er allemaal wel over eens zijn dat scoren na de patch echt moeilijk is. Ik heb daarom dus geprobeerd om nu het ultieme meta-team te maken. En het was ook nog in de schoot geholpen door een nieuwe update van EA. Ze hebben namelijk na maanden eindelijk bepaald dat de Halloween kaartjes ook wat liefde mogen krijgen. En dat ze dus opnieuw een update krijgen. Ze krijgen 2 updates gedurende het jaar. Eentje nog in maart geloof ik, en de laatste in april. En dan blijven ze tot vanaf april de hele tijd op diezelfde stat. Ik heb dus daarom nu één van de nieuwe shapeshifters gehaald. Ik heb één van de kaarten gehaald die nu een nieuwe set stats heeft. Waardoor die op papier echt een fantastische spits is. Ik heb het maar over één man. Het is een Spaanse spits. Het is niet Alvaro Morata. Het is de linkerspits die je daar ziet staan. Het is Diego Costa. Met een nieuwe update in stats heeft hij 93 snelheid. 93 dribbelen. 33 schieten. En 37 fysiek. 2 sterren skillmoves wel. 4 sterren weak foot. Hoog normaal workrate. 1 meter 88 samen met 37 fysiek. Betekent dat hij in theorie alles kan. 92 kracht. Met ook nog 99 balbeheersing, 99 zelfbeheersing. Gecombineerd met 99 pace met Jager. Ook nog boven de 90 afmaken en positioning in de aanval. Boven de 90 schotkracht. Dit moet op papier, dus als ik net al zei, echt een fantastische kaart worden. Ik heb gekeken naar de kaartstats. Heel veel mensen scoorden nu heel veel doelpunten mee. En ik ben heel benieuwd of die ook in-game kunt spelen. Hetzelfde kaart van Kork, ik zou hem eigenlijk nooit gebruiken, maar ook hij heeft een nieuwe update. Met dit keer 93 snelheid en 93 dribbelen. Op zich helemaal geen misselijke stats, hij heeft daarnaast ook een goede passing. Dat betekent dat hij de perfecte man wordt om balletjes voor te gaan geven op Diego Costa. Daarnaast heb ik ook Fernando Torres gedaan, linkt hier mooi met alles en iedereen. Ik wil hem graag nog wat meer testen, dat iedereen weet dat ik hem wel heel fijn vond in de vorige video die ik gemaakt heb. We gaan eens kijken of hij nog steeds die vorm aan kan houden. En heb ik de bank nog even een kleurrijke set spelers. Voor als het niet helemaal mee zit in de wedstrijd die we zo gaan spelen. Ik bedenk me nu eigenlijk dat Korke voor mij meer het verdedigende werk moet gaan doen samen met Ballack. Daarnaast in de aanval Stoichkov, Fernando Torres rechts, Mbappé links en Diego Costa in de spits. Heel veel aanvallende impuls, dus we gaan even dit op achterblijven tijdens aanval zetten. Zodat ze niet naar voren gaan rennen als een malle man. Voor de rest, deze jongens mogen lekker doen wat ze willen in de aanval. Dus allemaal prima. We gaan het daarna maar allemaal zien in de eerste game van de Division Rivals, de Divisie 1. Een beetje dom dus om zomaar een willekeurige strategie te gaan hanteren. En te kijken of mijn voorzetten kan werken met Diego Costa. Maar ik wil heel graag zien of hij dus de nieuwe meta wordt met 1,88 en deze nieuwe stats. Voor 225k ook, dat is een heel goede kaart die je momenteel kan halen voor in je teampie. We gaan maar eens kijken hoe die speelt in de eerste wedstrijd. Dus ik zie jullie zo bij de eerste tegenstander. Vergeet niet om de video te liken als 800 likes kunnen halen. Zodat het helemaal top zijn. We gaan eens kijken wat de eerste tegenstander wordt. Ook voordat we beginnen met de video wil ik eventjes nog zeggen dat wij als bankzitters genomineerd zijn voor de Viet Awards. We zijn beste nieuwkomer in wording. En jullie kunnen ons helpen. Dat is stemmen op de Viet Awards. Dat kan via het linkje onderaan in de beschrijving. Vergeet dus niet meteen nu te stemmen. Stop de video, like hem meteen. Stem op bankzitters voor beste nieuwkomer bij de Viet Awards. En dan kunnen we met jullie support hopelijk de Viet Awards winnen. Komt er ook weer natuurlijk een toffe video over. En vergeet niet te stemmen, dan gaan we nu maar eens door naar de video. Mijn verwachting is dat ik ziek veel tegendoelpunten ga krijgen. Helemaal wanneer ik tegen deze tegenstander kom. Team of the Year voor Anu Sebio. Rijkaard, Nedved en Zlatan Ibrahimovic. Dit wordt waarschijnlijk een doelpuntrijk potje. We gaan maar kijken hoe Diego Costa gaat spelen. Nou, we gaan het meemaken. Ik ben echt benieuwd of de stats überhaupt al een beetje uitmaken. Of dat het puur een gimmick is. Dat de kaart maar lijkt dat hij goed is. Maar dat hij in principe eigenlijk helemaal geen verschil heeft van zijn normale kaart. Nou moet ik wel zeggen, voor zijn lengte kan hij best prima dribbelen, onze Diego Costa. Ik ben er zelf even een beetje mee aan het testen. Die wordt hopelijk een leuk potje. Oké, nou Torres door naar Diego Costa. Kijk wat hij kan. Zijn paasjes is natuurlijk niet al te top. Moet wel rekening mee houden. Terwijl Torres hier toch even een belangrijk balletje kan onderscheppen. Hierdoor kunnen we een aanval opzetten. Als er ook maar iets van aanvallende opties komen. Hier komt hij dan. Diego Costa haalde uit. Maar het werd niet echt een heel erg kansrijke mogelijkheid. En dan moeten we dus proberen om weer opnieuw te gaan bouwen. En dat kan helemaal mis. Oké, we moeten even proberen de flanken te gaan gebruiken. Op die manier kunnen we mogelijk iets forceren. Hier komt dan Diego Costa. Draait minimaal om zijn as. Kan daar bijna ook nog een kans forceren. Helemaal in de tweede kans. Oké, we brengen even 2 wissels erin die ook prima bal kunnen koppen. Arnautovic en Cristiano Ronaldo. We moeten dus, omdat we weinig creëren, proberen om de bal maar gewoon volle voor te geven. 1 van de 3. Ze kunnen alle 3 goed koppen. Ze zijn alle 3 berig sterk en berig groot. Oké, nou Diego Costa, zijn passing is wel echt drama. Dat is 1 ding waar je wel echt op moet letten. Hier komt wel Arnautovic en die tikt hem zo ver voor zich uit. Maar in de rebound kan daar bijna Diego Costa en de derde kans. Ook nog steeds geen Diego Costa, maar we zijn nog steeds in balbezit. Hier komt hij dan, Diego. Het wordt gewoon geen doelpunt. We hebben nu alleen wel een scenario waarin we dus heel veel stijve harken hebben. En ook Diego Costa is nou niet echt iemand
die heel erg goed kan dribbelen. Ondanks dat zijn dribbeling nu heel hoog zou moeten zijn. Zeg maar, je hebt stijve harken. Dan heb je Klaas-Jan Huntelaar. En dan helemaal daaronder heb je ook nog Diego Costa. Ik snap niet hoe die man 93 dribbelen zou moeten hebben. Want hij kan echt helemaal niks als deze man een rode kaart krijgt. Dankjewel. Maar Diego Costa, die 93 dribbeling is echt bullshit. Het lijkt net alsof je 500 kilogram bij de benen hebt. Diego Costa mag ook de assistman worden in deze wedstrijd. Komt ie maar. Diego Costa, paasje moet goed zijn. En nu dan gewoon terug. En nu dan uithalen. Golazo Diego Costa. Hij doet het dan toch in de laatste minuutjes. We krijgen een vrije trap. Het is Diego Costa. Finesse shots. Je bent nog gewoon nog steeds net zo verpand als altijd. Wat een doelpunt. En hij doet het niet met zijn fysieke kracht. Gewoon puur met een mooi finesse shotje. Wat mooi buiten het bereik. En dit was dan denk ik het enige doelpunt in de wedstrijd. Nou, Diego Costa, ik heb het bijna vergooid. Maar je kan misschien nog hier in de slotminuten iets voor mij betekenen. Via deze paas en dan nu naar Ronaldo. En is dan nog de overwinning binnen. Want het leek nog bijna mis te gaan. Maar dat is een doelpunt en een assist. Ronaldo, mooi getimed. Buiten het bereik. En het is gewoon twee finesse shotjes. Wie heeft kopballen nodig als je gewoon de finesse nog hebt? Maar ja, prima resultaat. Tevreden mee. Mooi resultaat in divisie 1. We gaan dus nog kijken naar wedstrijd nummer 2. Of we nu de overpowerde kanten van Diego Costa kunnen gebruiken. Want dit keer hebben we eigenlijk gewoon, finesse shots te gebruiken. Mijn tweede tegenstander is ook een prima team. Veel informed, veel icons. Wat weer een moeilijke verdedigende pot. Diego Costa moet hier dus doorheen gaan koppen. Nou, Torres kop, hier moet je shinen. Hier krijgt hij dan zijn kans. Diego Costa, maar de bal wordt weer van zich uitgetikt. Het is verdorie geen hockey. Hier komt een loopactie van Diego Costa. Komt hij maar door met de paas. En Mbappé, en daar komt ruimte. Nee, big Virgil. Diego Costa, kom op. Je kan gelukkig nog 5 meter rennen. Dan is hij helemaal kapot. Dat helpt ook wel mee. Als je mijn meta-speler moet zijn. Dan moet hij nu wel scoren. Nee, wat doet hij nou? Hij schiet niet. Koppen blijven druk zetten. En nu dan Diego Costa. Nee, hoe kan hij mis? Misschien is het ook niet al te slim om iets te gaan testen. In de grootste tryhard mode die er maar bestaat. Ik bedoel, hij gaat nu waarschijnlijk dodelijk nog eventjes zijn super subs erin gooien. Zoals Flashback Rooney en zo. Terwijl ik simpelweg probeer om een doelpunt te maken met Diego Costa. Ja, kijk, als we zo terugkijken. Is Diego Costa nou niet bepaald de ster van deze wedstrijd. Stoichkov door met een 8.2. Hij was nog wel de man die best prima speelde. Maar voor de rest is het toch wel heel jammer dat ik hier niks mee kon doen. Diego Costa wel een kans gehad. Compleet verprutst. Ja, in divisie 1 word je dan afgestraft. Ik wilde toch nog een laatste wedstrijd kijken. In de laatste mogelijkheid of we toch nog Diego Costa aan het scoren krijgen. Het is in de eerste wedstrijd gelukt. De tweede wedstrijd was hij onzichtbaar. En nu gaan we in de derde wedstrijd kijken. Alles of niks. Op voor een doelpunt. Nou, Koke Paas is goed. Nu op Stoichkov. Die moet hier de beweging maken. En een voorzetje geven op Torres. Dit is waar het de kopmeta voor is. En dan krijgt niemand zijn hoofd er tegenaan. Ja, kijk. Dit is ook alweer top gekiept. Hier heb ik toch niks aan, Koetwa. Wat doe je nou? Diego Costa. Toch nog voor de assist gaan op Fernando Torres. Oeh, de redding Tordono van De Gea. Diego Costa, die paas is lekker. En nu dan naar Stoichkov. En dan doet hij dat toch weer heel lekker. Stoichkov, kom op, uithalen. En dan krijgt hij een assistje op zijn naam. Nee, want De Gea die redt alles. Ik ben nu deze potjes aan het spelen. En ik bedenk me nu nogmaals dat ik maar één keer in mijn hele leven blij ben geweest met het zien van Diego Costa. En dat was toen ik hem als team of the season kreeg. Want tot nu toe is het toch ook weer een drama, jongens. Er komt weer helemaal niks van te pas. Hij scoort alweer zo'n vrot doelpunt. En we moeten proberen om iets te creëren. Maar die kant is het ook weer overal tussen. Het gaat geen doelpunt worden van de Meta Lord, denk ik. Tenzij die hier komt Diego Costa. Nee, redding nog van De Gea. Dan is het denk ik voorbij. Ik vrees ervoor van wel. Ja, jongens. Ik heb betere spelers gehad in mijn periode waarin ik FIFA 19 heb gespeeld. Diego Costa oogt als dé speler voor jouw team. Hij is ook de man van de wedstrijd met een 8.5. Maar ja, hij kon me dus niet ervan weerhouden dat ik eigenlijk deze wedstrijd wel had moeten winnen. Maar het gewoon niet lukt om te scoren. Omdat iedereen in staat is om in één keer iedere bal te stoppen. Nou ja, Diego Costa, het was een leuk experiment. Maar ik ga hem toch weer snel verkopen. Want het is gewoon niet de speler voor mij. Zijn dribbeling, er staat wel 93, maar serieus, als hij 99 balbeheersing heeft, dan ben ik Cristiano Ronaldo die iedere bal erin schiet vanaf 26 meter. Jullie weten hoe goed ik kan voetballen. Jullie hebben het al gezien in de laatste bankzitters video. Hebben jullie niet gestemd op de Vita Awards, beste nieuwkomer bankzitters, stemmen beneden. Want wij kunnen namelijk een Vita Award winnen, maar dan zie je hoe slecht zijn balbeheersing is. Serieus, ik kon de bal nog beter aanhouden dan hij, want het was echt puur drama. Daarnaast zijn kracht is mooi, zijn agressie, ik kan een bal best wel van de tegenstander afhouden. Maar zijn dribbeling is gewoon niet goed genoeg. Zijn passing is slecht. Zijn shooting kan ermee door. Zijn pace voelt snel genoeg. Maar hij is niet lenig. En hij is voor mij gewoon niet de man. Want hij is ook net niet kopsterk genoeg. Hij is wel groot, maar zijn spring is weer niet top. Dus ja, al met al voor mij niet een al te succesvol experiment.
Laat me weten als jullie hem hebben gebruikt of hij wel goed is. Een andere mogelijke kaart die wel goed is, is Fellaini. Misschien hebben jullie hem al gezien terwijl je daar ook mijn Elo ziet. Ik ben dus met mijn twee losses weer flink omlaag gegaan. Wel een beetje zonde. Maar een alternatief die misschien beter kan spelen dan onze beste man Diego Costa is de nieuwe Scream Fellaini. Zoals je ziet ook, hij heeft 93 snelheid met 93 shooting. En daarnaast kan hij wel een beetje koppen. Hij is namelijk 1,94 meter. Ik ben dus benieuwd hoe hij zal spelen. Laat me weten of jullie hem hebben gebruikt. Of hij misschien een beetje beter is. En ik wil jullie graag bedanken voor het kijken. Vergeet niet de video te liken als je het leuk vond. En ook te abonneren als je het niet gedaan hebt. En dan kan je nu linksboven mijn meest recente video zien. Rechtsonder een random video die je misschien niet gezien hebt. In het midden de abonneerknop. En dan kan je rechtsboven mijn afspeellijst zien met alle FIFA 19 video's die ik gemaakt heb. Dan hoop ik jullie te zien met een van die video's. En tot die tijd zeg ik later mensen.